Op basis van oproepen gedaan op social media verzamelden zich afgelopen maandagavond groepen rondom de rotonde met de drie maagden aan de Maartenpoort. De politie was op de hoogte en zichtbaar aanwezig. Rondom de rotonde werd siervuurwerk afgestoken met zo nu en dan zwaar vuurwerk. En de avond verliep vrij rustig totdat de politie wegging. Zodra de politie weg was, werden er vernielingen aangericht, een brandje gesticht en een verkeersbord gesloopt. Waarop de politie rondom 10 uur de rotonde heeft schoongeveegd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.